De Leense CDA-bestuurder Van der P en zijn vrouw en zoon zitten nog altijd vast. In een schuur bij hun huis in het buitengebied van Leende werd donderdag een van de grootste drugslabs ooit gevonden. Van der P is penningmeester van de plaatselijke CDA-afdeling. Het CDA is fel tegen het Nederlandse gedoogbeleid op het gebied van drugs en wil een hardere aanpak van drugscriminaliteit. Extra pijnlijk dus dat bij een CDA'er dit drugslab is gevonden. Het CDA in Heezen-Leende is geschokt. De penningmeester is op een non-actief gesteld en het bestuur overweegt hem te royeren. Bij Van der P werd eerder ook restanten van een hennepkwekerij gevonden, maar daarvoor is hij nooit veroordeeld. Het terrein rond de boerderij is inmiddels vrijgegeven en dus kon de carnavalsvereniging De Lolmakers hun spullen weghalen. Ze waren bezig hun wagen te bouwen in een tent vlak langs dat drugslab. Ja, normaal is de hectiek dat we alles klaar moeten krijgen en overdag naar de eerste optocht in Marezen gaan. Alleen helaas is het vandaag anders, ja. Een carnavalsoptocht zit er dit jaar niet in voor De Lolmakers. De bouwers zijn met toestemming van de burgemeester en de politie begonnen met het weghalen van hun bouwmaterialen en van de half afgebouwde wagen. Hij kan tijdelijk bij een buurman worden gestald. Al jaren mochten De Lolmakers bouwen bij de familie Van der P. Ja, het zijn supermensen voor ons. Dus ja, voor De Lolmakers hebben ze ons echt vooruit geholpen. Ja. Dus dit is een verrassing, ja. Ja. Maar dat geeft dan nou een vreemd gevoel misschien? Ja, ik sta te trillen op mijn benen, dus het is zeker zeer moeilijk, ja. We weten nog niet echt wat we allemaal hebben kunnen, wat we nog moeten verwachten. De bouwers hadden geen enkel vermoeden dat de familie iets te maken zou kunnen hebben met de productie van drugs. Ze hebben niets gemerkt, tenminste toen niet. Ja goed, er zijn dingen die we nou wel zien, zeg maar, die bij ons toen nog niet opgevallen zijn omdat je er niet mee bezig bent. Dus. Even een voorbeeld. Er zijn wel wat mensen op de plaats gekomen, zeg maar dat is anders ook, zeg maar. Dus ja. Nee, we hebben er verder niks van gemerkt, nee. Maar nou, achteraf denk je, wat deden die mensen daar? Nee, ja, goed, maar dat is altijd, hè. Niet alleen de carnavalsbouwers melden zich vandaag, ook mensen die hun caravan hadden gestald in de schuur, komen hem ophalen. Nee, ik denk, ik moet hier zo vlug mogelijk weg zijn. Ja, dus u neemt hem mee en u heeft al een andere stalling gevonden? Nee, maar ik zet hem wel even aan de straat, ja. Kijk wel. Ja. Op zoek naar een andere? Ja. Hij komt hier niet meer terug? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hier de zaak wel gesloten wordt, niet? Ja. De carnavalsvereniging De Lolmakers loopt nu aardig wat prijzengeld mis. In het dorp is daarom een inzamelingsactie gestart om de wagenbouwers voor volgend jaar op weg te helpen.